Yo Nintendo fans! In de vorige Pokémon Shining Pearl video hebben we de game soort van uitgespeeld. We hebben Cynthia verslagen en zijn Pokémon kampioen geworden. Maar nu schijnen we nog heel veel andere dingen te kunnen doen. En we zijn weer lekker thuis waar het allemaal begon. En mijn moeder begint tegen mij te praten. En die zegt, Chukarik was hier een tijdje geleden. Ik weet niet waar het over ging, maar hij zei dat je op een schip zou moeten stappen in Snowpoint City. Dus dat moeten we nu gaan doen. Laat even weten of je dit nog steeds een vette serie vindt. Of je wil dat ik hiermee doorga, want we hebben hem al uitgespeeld. Wat zijn de dingen die ik nog kan doen? Laat het weten in de comments. Doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren en knal het belletje aan. Dan blijf je altijd op de hoogte van nieuwe video's. En dan gaan wij lekker naar Snowpoint City vliegen. Kijk, het vlaggetje staat er ook lekker bij. Lekker hier naartoe, lekker koud. Onheilspellend muziekje ook. En dan moeten we hier naar dit mannetje. Want hier konden we eerst niet op de boot stappen. En nu kunnen we dus wel naar de battle zone. Oké, we gaan naar de battle zone. Let's go zo. Een heel nieuw gebied waar we dus eerst niet konden komen. Dat is waar we nu naartoe gaan. En daar staat Chukarik inderdaad al te wachten. En die zegt, wat duurde het zo lang? Waarom was je zo lang weggebleven? Ik leg je een boete op van 100 miljoen Pokémonies. Denk jij dat jij het recht hebt om mij 100 miljoen op te leggen? Wat denk jij, joh? Chukarik zegt, ik word de sterkste trainer van allemaal. En daarom ben ik hier, om sterker te worden. Yo, daar komt iemand met super tof haar. Die zegt, sorry, maar dat hoorde ik. Maar de beste trainer ooit, dat wordt moeilijk, want dat ben ik. En om dat te bewijzen ga ik nu naar de vulkaan. Je ziet er verdwaasd uit. Je weet echt niet waar ik het over heb, hè? Oké, ik zal het je vertellen. Dit is de battle zone. En aan de andere kant is de vulkaan. En diep daarbinnen is een schat. En Chukarik zegt, ja, nou, dus als ik die schat vind, ben ik dan beste trainer ooit, of wat? Want dan ga ik dat doen, Rickachu. De schat is van mij, maar eerst ga ik naar de Battle Tower. Oké. Hij heeft anders een haast, jongen. Deze gast stelt zich voor aan mij en zegt, ik ben Buck. En als hij denkt dat hij mij kan verslaan, dat zal hem nog wel verbazen. Hij zegt, ken jij die trainer? Je moet achter hem aangaan en zeggen dat hij de vulkaan niet moet onderschatten. Maar weet je wat, ga eerst maar naar de Battle Tower, want ik denk niet dat jij anders de vulkaan in kan komen. Want ik ben Pokémon kampioen. Ik ben de sterkste trainer, dat is bewezen. Waarom zou ik niet de vulkaan in kunnen? Oké, mensen doen hier stoer, hè. Dus ik ga ook mijn twee beste Pokémon voorzetten. Aangezien iedereen super stoer doet. Oké, we kunnen hier blijkbaar nog niet langs. Ze zeggen van, heb je een Pokédex? Nou, die moet je eerst helemaal vullen en dan kunnen we verder praten. Hij zegt, jouw Pokémon komen van Sinnoh, hè? Sommige zien we hier ook. Oh, wacht even. Zijn hier ook allemaal nieuwe Pokémon te vangen? Dat zou wel lekker zijn. Oh ja, laat ik even wat potions halen. Want Cynthia had al mijn potions genakt. Even wat dingen kopen, hoor. Hyper potions. Doe maar 21. Ja, die 5's. Nou, daar heb ik er nog wel 15 van. Dat kan op zich nog wel. Koop ook even wat ultra balls. Ik weet niet, man. Misschien zijn hier wel Pokémon die we willen hebben. Ah, alleen is wel de Battle Tower hier, hè. Dus ik verwacht eigenlijk geen wilde Pokémon. Maar we gaan het wel zien. Dit zal de Battle Tower zijn. Het Battle Park is hier. En deze kant zal de vulkaan wel zijn dan. Oh. Ja, dan moet ik waarschijnlijk gaan surfen. En ik kan er nu nog niet langs. Oké, let's go. Welkom in de Battle Park. Dit is je eerste keer, hè? Kom maar even deze kant op. Omdat het je eerste keer is, dan krijg je een puntenkaart. De puntenkaart die kan je gebruiken in de Battle Park. Alsjeblieft. Nou, dankjewel voor het puntenkaartje. Hoe het allemaal werkt, dat moeten we aan deze receptioniste vragen. Die zegt, welkom in de Battle Park. Ik kan wel even samenvatten hoe dit werkt. Pokémon levels. Alle Pokémon die je gebruikt, die worden level 50. Behalve als ze nog lager dan level 50 zijn, dan niet. Je kan ook niet alle Pokémon gebruiken hier. En 2 Pokémon mogen niet dezelfde items vasthouden. Oké, let's go, let's go, let's go. Ik vind het wel tof dat die camera nu iets verder van me afstaat. Dat is best wel cool gedaan. Ik heb een Razor Fang gevonden. Dat is wel een lekker itempie. Die geef ik even aan Simba, want die heeft nog niks. Dat kan ervoor zorgen dat je tegenstander flincht. Dus dat is heel nice. Oké, let's go. Is dit het? Dan kan je prijzen pakken. Ja, nog meer prijzen pakken. Wat kunnen we allemaal voor prijzen pakken dan? Dus even kijken, hoor. En dan kan je abilities mee veranderen met deze dingen. Een bottle cap, rare candies, PP-ups, zinc, dat soort dingen. Lucky egg. Oké, dat is ook chill. Oké, nice, nice, nice. En dan is er hier ook nog een desk. En hier kunnen we allerlei goede TM's fixen. Yo, wat? Er komt iemand tegen me aanboksen. Dit is niet Chukarik, toch? Dit is iemand anders. Nee, dit is... Wie is dit? Hij zegt, sorry, ik had nogal haast. Wacht even. Ben jij niet? Ben jij Rickachu vanuit Twin Leaf? Oh, dat brengt herinneringen. Oké, doe je later, mazzel. Is dat dit is de broer, hè? Dit is zijn broertje, denk ik. Hij zegt, die gast waarmee je aan het praten was. Nee, dat is oké. Ik ben hier op mijn eigen kracht gekomen. Het zal niet lang duren voordat ik hem zie. Oftewel... Hij vertelt nog niks over die gast. Oké, we gaan de Battle Tower in. Ah, kijk, hier is de Battle Tower. Wow, oké, dit is best een hoog torentje. Eerlijk is eerlijk. Hallo iedereen. Oké, ik begin gewoon met dit mevrouwtje. We kunnen hier single battles hebben, double battles, masterclasses. Oké, laten we het gaan proberen. We gaan de single battles gewoon doen. En we kunnen nu Pokémon kiezen die we willen gebruiken. Ik pak gewoon mijn eigen team. En dan pak ik Abu. Dan pakken we Simba. En dan pakken we Gerrit daar nog bij. Die drie gaan we gebruiken. Ben benieuwd hoe ver we komen. Ja, dag. Ja, dag. Moeten we nu tegen iemand met water-Pokémon? Is dit echt wat er gaat gebeuren? Oh, nee. Oké, Cricketoad. Ik was even bang. Ik dacht, misschien heb je 3 water-Pokémon. En dan heb ik een probleem. Alhoewel, ik heb natuurlijk ook Luxray. Dus, maar Cricketoad? Serieus? Niet eens Cricketoon? Niet eens geëvalueerd of zo? Oké, dit is een inkompotje, denk ik. Nummel. Hé, die hebben we volgens mij nog niet eerder gezien. Oh, die hebben we wel eerder gezien. Oké. Oh, ik mis hem. Ik mis hem. En dan hebben we een probleem. Dan hebben we een probleem. Waarom mis ik hem nou? Dat is niet handig, jongen. Oké, gelukkig pakken we hem nu wel. Oké, Nummel is ook in één keer weg. Keknia. Ja, die moeten we ook kunnen pakken. Flamethrower. Wat ziek idee. Oké. Eerste battle hebben we gewonnen. Was nog niet heel moeilijk. Het is wel een beetje zielig hoe zij zo afdruipt gewoon. Met een zwembandje om erheen en zo. Oké, top. We kunnen door naar nummer 2. La 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 la, zegt ze. Selina. En die begint met Torchic. Ik vind het wel apart dat ze allemaal van die ongeëvalueerde Pokémon hebben. Oké, wat gaat Torchic doen? Torchic gaat Flame Charge doen. Maar Torchic verdwijnt gewoon. Chimeko. Vlammenwerpen. Ja, dat is helemaal niet genoeg. Oh nee, ga je maar laten slapen. Misschien dat ik hem met Flamewheel kan pakken omdat ik mijn attack heb geboost. Ja, oké, cool. En nu gaan we lekker slapen. Zij gooien een Voltorp eruit. En nou is het te hopen dat ik niet 8 beurten hoef te wachten omdat ik aan het slapen ben. Terwijl Voltorp begint te schreeuwen. Ja, ik blijf nog even doorslapen. Hij beschermde zichzelf net tegen special moves. Dus ik doe nu even gewoon deze. En... kijk, toppie. Oh, wow, 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 wow. En hij heeft Aftermath. Rustig aan, jongen. Oké, maar dit kunnen we letterlijk de hele video door blijven doen, denk ik. Dus ik denk dat ik even een break ga nemen. Dan kunnen we als het goed is volgende keer gewoon verder met battle nummer 3. En dan ben ik eigenlijk gewoon benieuwd of ik nu al door mag. Of dat ik eerst tot een bepaald level moet halen. Ja, er gebeurt nog niks, hè. Ik denk dat ik eerst verder moet komen. Ja, potverdorie. Let's go. Dan gaan we maar gewoon even door. Hé, ze is weer terug. Met een zwembandje. Tuber Tyra. Begin met Riolu. Die kunnen we vast wel pakken. Ja, oh nee, niet. Hij heeft een berry. Oh, hij heeft een focus sash. Ook nice. Oh, wat? Oh, hij doet copycat. Nu krijg ik zelf een flamethrower op mijn bakkes. Nou, dat is helemaal goed. Dat vind ik niet zo erg. Hoppakee, power up punchy eroverheen. Oeh, Mudkip. Die komt vast met een of andere gekke bubble beam, denk ik. Ik had close combat moeten doen dat hij in één keer down was. Ah, waterval! Oké. Ik moet ze wel serieus nemen. Ook al zijn het starter Pokémon. Ik ga je serieus nemen. Hier krijg je te maken met Simba. Let's go, Simba. Geen genade. Geen genade voor Mudkip. Heel goed. Oh, nu Cranidos. Ja. Top, manieus. Dan gaan we voor Crunch. Kom op, maak een flinch. Laat hem flinchen. Nee. Oh, maar ze gaan niet aanvallen. Oké. Ik ben nu wel langzamer door Scary Face. Ja, en nu gaat hij wel aanvallen. Ja, Rockslide. Ja, oké. Maar Simba fixt het gewoon. Toppie. Wat dus opvalt, je krijgt hier geen XP voor natuurlijk. Je krijgt hier battle points waarmee je weer items en zo kan kopen straks. Dus daarom krijg je dan geen XP. Je battelt ook met level 50 Pokémon, ook al zijn ze een hoger level. Battle 4. Hey, Chukarik. What up, Rick? Ik moet tegen mezelf. En ik moet tegen Piplupie. Ja, ik moet oppassen voor mezelf. Nu ga ik geen grappen maken. Nu begin ik gewoon met close combat. En hoop ik dat ik Piplup in één keer sloop. Kijk, toppie. Dan krijg ik in ieder geval geen waterval op mijn bakkes. Oh, een Larvitar. Gaan we gewoon nog een keer voor close combat. Top. Yo, Pagiotto. Flamewheel. Oké, Pagiotto overleeft het. En Pagiotto gaat voor zandaanval. Altijd heel irritant. Gelukkig raak ik hem wel gewoon. Dus dat is nice. Oké, top. Ik heb van mezelf gewonnen. Dit was ik toen ik klein was. Dit was ik ook toen ik klein was. Ik vroeger droeg ik een bril. Want mijn ogen moesten gecorrigeerd worden. Want ik had één lui oog. Daardoor heb ik een tijdje een bril gedragen. En nu draag ik lenzen. Oké, ik heb geen ice moves, helaas. Ja, die close combat bevalt mij alleen wel. Daar sloop ik iedereen mee, joh. Oeh, hij heeft rough skin ability, waarmee ik wel damage krijg. Dat is nice, man. Als je rough skin ability hebt, dat is heel nice op een Garchomp. Cherubi! Oh, die begint lekker berrytje te eten. Waarschijnlijk betekent dat dat deze move nu niet zoveel damage doet als normaal. En daardoor kan Cherubi deze eerste aanval overleven. Want anders had Cherubi dit nooit overleefd natuurlijk. Cherubi laat de zon lekker schijnen. Waarschijnlijk is zijn plan nu om Solar Beam te gaan doen. Die normaal 2 beurten kost, maar nu dan 1 beurt. Alleen ja, hij is te laat. Hippopotas. Die zorgt voor een zandstorm. En dan ga ik toch voor close combat. Want het is de laatste Pokémon. Hij overleeft het gewoon. Dan ben ik bang dat ik deze move van Hippopotas niet ga overleven. Waren het niet dat hij alleen mij probeert te laten slapen. Ik had toch echt geprobeerd om mij kapot te maken nu. Dit was je kans. Nou ja, dan had je nog tegen 2 Pokémon gemoeten en dan had je het waarschijnlijk niet gered. Doei, Hippopotas! Nu, battle 6. En volgens mij moeten we er in totaal 7 doen en dan zijn we eruit. En dan hoop ik dat ik naar de vulkaan mag. What up, gitarist Irvin? Met je Geodude. Close combat hype. Maar die overleeft hier, want hij heeft freaking sturdy. En nog een berrytje erbij. Ah, goede combo wel. Oeh, en bulldoze. Ja, dat doet pijn. Ik ben nu ook langzamer. Ik ben benieuwd of Geodude nu sneller is. Dat zal toch niet? Nee, gelukkig dat dan weer niet. We staan in ieder geval 1-0 voor. Anders stonden we gewoon voor het eerst 1-0 achter. Moeten we nu tegen Doduo. Oh, Doduo is wel sneller. Ja, die gaat mij slopen. Die doet quick attack. Wat een grappenmaker. Oké, Doduo. Oké. Hij houdt van die quick attack. Wow. Hoeveel damage doet die quick attack? Die attack van Doduo is hoog zo te zien. Die moet even opzouten nu, joh. We gaan niet overdrijven, Doduo. Maar Dodrio is ook best wel een prima Pokémon, hoor. Geen grappen met Dodrio. Het is best oké. Eens even kijken hoe Grimer dat gaat doen dan. Nou, best aardig. En die gaat Rock Tomb doen. Oké, valt mee, valt mee. Oh, hij hield zichzelf gewoon. Ik denk dat ik hem nog steeds niet sloop als ik Crunch doe. Nee, zie je wel. Ah, nee, ik heb de verkeerde move gedaan. Ik deed Thief. Waarschijnlijk ga ik hem nu ook nog niet slopen. Oh, toch wel, toch wel. Oké, nice. Ik dacht even dat ik de verkeerde move had gedaan. Ja, dat deed ik ook. Maar hij is alsnog down. En dan nu tegen nummer 7. Les Ariana. Die begint met een hele leuke Chikorita. Ik vind Chikorita tof. Dan doe ik even een Flame Wheel. Dan zal dat wel genoeg zijn. Yup. Oh, sorry Chikorita. Wel leuk om nu gewoon Pokémon van andere generaties en zo te zien. Nu moeten we tegen Cubone. Dan gebruik ik Close Combat. En Cubone overleeft dat gewoon. Heel ziek. Dat had ik niet verwacht. Cubone gaat voor Boomerang, maar hij mist mij. En dan maak ik het af met Power-Up Punchy. En dan komt ze nu met Shinxie. Die gaat vast deze Flamethrower ook wel overleven. Of niet. Sorry. Oké. Kijk, nice. Dat was het. We hebben alle 7 trainers verslagen. Nu krijgen we wat battle points. 3 battle points. Is niet heel veel, maar de eerste 3 battle points zijn binnen. En dan hoop ik dat we nu wel naar de vulkaan kunnen. Nog steeds niet. Om hier door te mogen moeten we eerst de National Dex hebben. En die kunnen we halen bij Professor Rowan. Maar dan moeten we eerst deze Dex helemaal vol hebben. We hoeven niet elke Pokémon gevangen te hebben, maar we moeten wel elke Pokémon gezien hebben. Nou zijn we al een aardig eindje op weg, maar hier missen we er nog 2. En hier missen we er ook nog 1. En hier missen we er ook nog 2. Ah, no. En hier missen er nog heel veel. Hier staan volgens mij Uxia zelf en Mesprit. Maar moeten we Dialga dan ook hebben? Laten we het eens even gaan vragen aan Professor Rowan in Sandgem Town. Ik weet niet eens hoe je dat uitspreekt. Sandgem? Dan zegt: hey Rick, je bent bevriend met de ouder van Celestic Town, toch? Ze zei dat ze iets had wat ze aan je wilde laten zien. Oké. Dat heeft waarschijnlijk met die 3 legendary Pokémon te maken. Maar Rowan, ik kom even laten zien hoe ik ervoor sta met mijn Pokémon. We hebben 140 Pokémon gezien, maar we zijn nog niet compleet. Lekker dan. Nou, dan gaan we in de volgende aflevering op zoek naar andere dingen. Bijvoorbeeld wat die vrouw in Celestial Town van mij wilt en nog meer dingen. Laat even weten wat jij wil zien dat ik nu ga doen in deze video's. Doe duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!